Westholland Sport nabeschouwing. Goedemiddag, Rezit. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Vanmiddag speelde je tegen Kuipervelp 16. Je verloor helaas met 2-0 en een rode kaart. Is daarvoor nu definitief een beetje afgehaakt in de kampioensstrijd? Ja, ik vind het zelf een beetje veel nu. Dus kampioenschap heb ik wel uit mijn hoofd gezet. Mm-hmm. Maar goed, ik had het gevoel dat vanmiddag toch wel iets meer had ingezeten eigenlijk. En ik zag ook eigenlijk een beter daarvoor dan de laatste weken. Dus ja. ik was op zich tevreden over eigen spelers. Alleen, ja goed, zit soms ook niet even mee dan. Maar goed, nee. Ik kan in ieder geval niet verwijten dat ze in ieder geval niet... Ze hebben nu het over gedaan en dat is wel fijn om te zien als trainer. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, want na rust scoorde Kuipervelp zeg maar de 1-0. En hebben jullie tot die tijd kansen gehad om zelf op voorsprong te komen? Ja, ik vond het ook niet echt een hele mooie, goede wedstrijd. Allebei de kanten niet voetballend. Wat ik zei, ik vond voor ons zeker is dat het in ieder geval terwijl ze goed aangingen, hard aangingen, lekker. Wat ik eigenlijk de laatste weken minder heb gezien. Dus daar was ik blij mee. Maar voetbal was allebei de kanten voor niet geweldig. Ik moet zeggen, ik vond dat wij... ik vond eerlijk gezegd dat wij de scheids wat meer tegen hadden. Ik vond dat we 2 penalty's hadden kunnen hebben. Okay. Zeker eerst zelf eentje met Sidney Pinkston. Mm-hmm. Ja goed, kijk, als je die misschien krijgt en je maakt 1-0, dan is het ook anders. Dan geven we op een gegeven moment die vrije trap makkelijk weg. Een beetje domme overtreding vond ik. En die ging ook makkelijk erin. Had de keeper misschien kunnen hebben van ons. Om je 1-0 achter. Ja, dan is het wat moeilijker, maar het is niet dat wij heel veel kansen hebben gegeven, maar ik vond hen ook niet heel geweldig. En ja, ik vond op een gegeven moment die momenten wel belangrijk, dat we 1-2 penalty's hadden kunnen hebben. Ja. Vrij trap op de paal van Mitchell Pinkston nog. Okay. Ja, als je dan 1-1 maakt, dan ben je weer terug. Dus ik moet eerlijk zeggen, normaal ben ik altijd ook iets ik sta ook niet mee, vond ik vandaag. Hè. Nee, ja, je kunt van die weken hebben inderdaad. Ja, dat het even niet wil of niet lukt. In de slotfase scoorde dan Kuipervelp nog de 2-0. Was dat ook op een moment dat je massaal misschien wel aan het duwen was om die gelijkmaker te forceren? Dat viel nog wel mee. Maar op een gegeven moment... In de tweede helft ergens had ik het gevoel dat hij gaat zo vallen. Dus toen hebben we wat aanvallende gewisseld. Ja. Maar het was niet zo dat het daardoor 2-0 zou worden. Wat me ook niet uitmaakt dan op dat moment. Maar nee, hij viel, ik weet niet, uit een corner geloof ik. Ik weet het niet meer. Maar 1 of 2-0 maakt ook niet meer uit. Nee. Maar ja, daarvoor had je al wat meer kunnen doen. Ik denk, als je zelf 1-0 voorkomt, dan maak je 1-1. Waardoor je er ook weer misschien wat nog meer geloof in krijgt. Dat gebeurt dan net niet. En het was gewoon ook niet een hele goede wedstrijd, ook niet van ons, maar ik vond Willem ook niet heel geweldig. Dus het enige wat ik mijn gevoel is nu beter dan andere weken, dat ik nu echt zag dat ze er echt voor gingen. En dat ze echt keihard hebben gewerkt en dat miste ik de laatste weken, wat je eigenlijk altijd moet hebben, vind ik. Maar goed, dat vond ik nu vandaag wel goed. Dus in dat opzicht, het is balen en het is allemaal kloten nu, want in principe geef ik het hier weg al. Maar, ja. We hebben het eigenlijk al gewoon direct naar de winterstop weggegeven in heel veel andere wedstrijden. En niet vandaag, vond ik. Ja, want jullie een hele goede fase. Je stond ook bovenaan natuurlijk in de competitie. Terwijl Kupa en Forst allebei een periode pakten, stonden jullie bovenaan. Dat vond ik op zich wel mooi. Maar mocht Kupa wel kampioen worden, pakken jullie dan die periodetitel mee? Dat jullie in plaats van Kupa zeg maar die nacompetitie mogen? Nou, ik heb me laten vertellen dat je gewoon eigenlijk derde moet worden om geloof ik dan die plek te kunnen pakken, geloof ik. Okay. Dat is dat wat ik heb gehoord. Dus dat weet ik niet 100% zeker, maar dat heb ik me vandaag gehoord. Mm-hmm. Ja, weet je, kijk, natuurlijk wil je nog dat halen, maar goed, we stonden op een gegeven moment bovenaan met een redelijke voorsprong. Ja. Ja, die hebben we veel te makkelijk, vind ik, weggegeven. En dat vind ik eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk de grootste. Dat ik denk van ja, kijk, periode of natuurlijk een dag is zeker belangrijk uiteindelijk. Maar dan interesseert me dat helemaal niet. Ik vind het helemaal dat we het te makkelijk hebben weggegeven. En, ja. Ja, dat is eigenlijk na de winterstop al direct gebeurd. En ja, maar alleen vandaag vond ik op zich wel prima en was tevreden over wat ik zag. Alleen, ja, daar koopt hier niks voor. Dus, nee, precies. Maar goed, we moeten toch zo nog afmaken. Dus je moet nog gewoon inderdaad dan maar voor die nacompetitie gaan. En dan. Ja. Ja, want die ploeg moet hongerig blijven. Want Terwolde staat toch op de loer, zeg maar. Die pakt vandaag gewoon 8 doelpunten tegen 2, zeg maar, tegen Wezenbe, zeg maar. Toch een goede greep weer ook naar het doelsaldo. Die staat natuurlijk wel 3 punten achter je. Je hebt nog een wedstrijd te gaan. Maar ja, die moet je voorlopig wel winnen. Ja, eens. Klopt. Ja. Dus daarom ben ik vandaag blij dat ik in ieder geval gezien heb dat er nog wat in de ploeg zit. Alleen,
je zou het toch gewoon zelf moeten doen. En we hebben gewoon te veel laten liggen, vind ik. En dat is helaas. En de rest komt dichterbij, dat is logisch. Ja, precies. Hoe krijg je die ploeg weer hongerig, Rezit? Ja, dat is moeilijk soms. Je probeert van alles te doen. En, maar goed, ik denk dat je vandaag, je moet toch blijven doorgaan en toch ook zelf in blijven geloven. En ook bij als trainer ook, zie je ook dat het op een gegeven moment, het geloof wordt steeds minder, maar het kan nog steeds. En je moet door. En je moet nog steeds door. Dus je moet gewoon de voorwedstrijd gewoon weer hetzelfde ingaan als elke wedstrijd. Alleen, het is soms wel eens moeilijk als je dan als trainer zit te kijken en denk je, hoe krijgen we dit weer goed? Ja. Dat zeg ik wel eerlijk. Alleen dan zie je weer vandaag zeker kookreken omslaan. Ik bedoel, je kan een hele goede fase hebben en één keer een slechte fase. En dan vorm of de flow, dat zegt dat. De ene keer kan het allemaal terug zijn. Ja, of in één keer weg zijn. Dat hebben we ook gehad. Ja, want volgende week volgende week heb je best wel een hele vervelende uitwedstrijd tegen Terwolde, zeg maar. Ik zal even kijken, maar je moet nog naar die gasten toe. En die zullen natuurlijk vol voor de winst gaan om aansluiting met jullie te gaan vinden. Ja, maar goed, wij moeten ook voor de winst gaan. Simpel. En we hebben tegen iedereen lastig. We laten punten liggen tegen de onderste. We winnen van wij winnen van niemand makkelijk. Als wij alles gaan doen en alles geven en alles. Dan kunnen we ook van iedereen gewoon winnen. En dan ben ik ook voor niemand bang. Alleen, de laatste weken is het gewoon een stuk minder geweest. Dat zie je ook. En dan kun je ook voor iedereen punten laten liggen. Absoluut. Maar je geeft zelf aan dat er vandaag wel gewoon lekker gespeeld is en de mouwen weer opgestroopt. Dat is natuurlijk wel, daar kun je wel wat mee naar volgende week toe. Als je in Terwolde moet aantreden, dat je tegen een naaste concurrent natuurlijk op dat moment gewoon zelf de boel in eigen hand kan houden. Precies. Dus dat is voor een trainer wel lekker om te zien dat er toch wat in zit nog. Dat ze toch wel willen. En daar hou je dan aan vast. Nou, zeker, dan moeten we daar gewoon vol voor gaan volgende week. En we zullen het in de gaten blijven houden, Rezit. En ik wil je heel veel succes wensen met die wedstrijd. En hopelijk op een vaste derde plek te komen. En dan op richting na-competitie. Zeker, dankjewel. Okay. Hey, dankjewel voor je tijd en succes. Oké. Okay. Yes, tot ziens. Dag. Hoi.